Vandaag gaan we verder met de ROAC MIG 200. Ik heb er al gevulde draad in zitten. Daar gaan we eens mee lassen. Rutieldraad is dat. En ik ga nog eens mijn elektroden lassen. En we gaan gewoon eens kijken hoe je dat doet. Welkom bij Harry de Ferryman. Ik ben Harry. Vind je deze filmpjes leuk? Graag duimpje omhoog. Wil je er meer zien? Abonneer, belletje aanklikken, word je op de hoogte gehouden. En nu snel naar de ROAC MIG 200. En kijken hoe we hem in moeten stellen. Zullen we hem eens aanzetten? Klepje omhoog. Nou, hij staat nu op. Je staat er bovenin. Staal. Met mengas erachter. Dat moeten we niet hebben. We moeten naar Fluxcore. Dan gaan we naar de thuisknop. Even kijken, MIG, manual, aluminium, Fluxcore. Die moeten we hebben. Staat die nou op? Ja, Fluxcore. Gas na stroomtijd staan er ingesteld. Hier veranderen we even niks aan. We gaan eens kijken naar hoe dik materiaal dat we kunnen gaan lassen, want we hebben hier 5 mm plaatjes liggen. Hoger kan hij niet en dan geeft hij aan 3,8 mm. Dus zeg maar bijna 4 mm. Ja, daar moeten we het mee doen. De sneller zal hij wel niet kunnen. We gaan het gewoon eens proberen. Ik ga mijn lashelm opdoen. En dan ben ik zo bij jullie terug. En een hoop herrie. Zullen we eens kijken of ze aan elkaar komen? Dat lukt in ieder geval alvast. En dan gaan we eens een lasje leggen. Deze gaan we weer slijpend lassen. De zekering eruit. Het is donker, dan zul je zeggen, een lamp boven je brandt nog en de afzuiger doet er nog. Je zit op een andere groep. Het lasapparaat en de rest van de verlichting zit op een normale 16 ampère zekeringautomaat. Niet snel, niet langzaam. Een normale die je in ieder huis aantreft, dat doe ik bewust. Dan weet je of het lasapparaatje in de thuissituatie te gebruiken is. Maar nu, ik was bijna op het eind. Klapt hij eraf. Ik zal hem eens afknippen. Bijna aan het einde. En de zekering klapt eruit. Dus trek je iets te veel stroom. Ik ga even zekering resetten. Ik ben er weer. Alles werkt weer. Hij staat weer aan. Dus ja, even tegenvallertje dat je eruit scheet. Even de helm eraf. We zullen hem eens schoonmaken.
brilletje op, mijn slak eraf slaan. Hier puntje eruit. Maar de las op zich. Hartstikke netjes. Ik maak er nog een fotootje van. Nu is je niet geborsteld, dan maak een foto van, kun je ook zien hoeveel lastpetters erop zitten. En nog eentje daarna, nadat ik er een keer de staalborstel overheen getrokken heb. Maar je hebt gezien, de slak die lost van eigens. De lastpetters erop, kan je van de afzuiger afzetten. Zoals ik al zei, ja, de slak loste van eigens. Nou, zal ik ook niet meer zo hard praten, denk ik. Dus dat ging van eigens, ja. Net de las. Mooi aangevloeid. Zoals ik het nu kan bekijken, geen randkarteling, maar doe ik even meer lampje, kun je beter zien. Maar zo lijkt hij mooi aangevloeid. Ik vind dit een hele fijne draad om mee te lassen. Ja. Je loopt van eigen, schiet lekker op. Een goede voortloopsnelheid haal je ermee. Ja, wel leuk om te doen. Nu ga ik hetzelfde doen. Pak ik nog twee plaatjes. En dan zetten we hem op elektrode lassen. En dan ga ik hem een elektrode overheen. Eens kijken hoe hij daarmee last. Dit deed je goed. Ja, stroom iets te hoog, meer dan 16 ampère. En dan gaat de zekering eruit. We gaan eens naar de instellingen kijken, die gaan we veranderen. Hij komt dus terug op de instellingen waar hij stond, alleen... hij staat netjes op fluxcore. Alleen hij was naar beneden gegaan. Hier hebben we opgelast, 22,9 volt, 200 ampère. Maar daar hebben we nu niks aan. We gaan elektrode lassen. De spoelgun die heb ik niet, MMA, die moeten we hebben. MMA staat voor elektrodelas. Elektrodelas kun je ook nog het een en het ander instellen. Start, current, arc force. Dus je kunt de hot start is dat zeg maar, dat je eventjes omhoog gaat kun je instellen. Arc force kun je instellen en VDR, die staat aan zie ik wel. VDR. Kun je zien, hij is maar 18 volt, dat is erg laag. Zeker voor een basiselektrode. En die gaan we pakken, kijken of je die dan aankrijgt. Ik ben benieuwd, die VDR is ervoor gemaakt. Als je in vochtige ruimtes moet werken, dan kun je die aanzetten. Die kun je ook uitzetten. Dan staat hij op 18 volt. En nu gaat hij naar 51 volt. Maar hij stond aan, die laten we eens lekker aanstaan. Zo, staat hij aan. En dan ben ik eens benieuwd of hij opstaat, de elektrode.
Hij liep niet lekker. Elektrode doet hij ook. Hij had moeite met opstarten, maar hij staat op die VDR-regeling. De eerste keer als je zo'n elektrode opstart, gaat goed. Maar ja, die had ik nodig om te hechten. De rest had hij de moeite mee. Eigenlijk moet je een vuiltje pakken en hem weer bijveilen. Maar ik deed hem nou even met de duim eraf breken. Deze heb ik vernield. Die bleef vastplakken en dan moet je eigenlijk gewoon de tang eraf trekken. Dus waar ik op het laatst ook deed, tang eraf trekken, kun je hem losbreken. Maar deze moet ik eventjes een stukje inkorten. Dat de mantel er weer rondomheen zit, want als ik met dit stukje begin te lassen, komt het niet goed. Maar dat even terzijde. De las op zich. Hij ging 120 ampère. Hij ging op een gegeven moment te hard. Ik hield hem niet meer. Kun je ook zien, in het begin liep hij goed. Kreeg ik randkateling, maak een fotootje van. Heb ik hem 10 ampère naar beneden gezet. En toen hield ik hem wel. Ik moet ze nog een tweede keer lassen. Jullie hebben nu ook de beelden van het smeltbad gezien. Maar dat is de tweede keer dat ik zit te lassen. Dus dat heb ik nog niet gedaan. Dat ga ik nog doen. Ik maak er eerst foto's van. Dat jullie kunnen zien hoe het de eerste las was. Want daar gaat het natuurlijk om. Met alles, met die machines is het zo. Je moet er eventjes aan wennen. De ene las je een basiselektrode, een 3,2 mm elektrode die ik hier had, de baso. Die las je met 115 ampère en de andere 125. Met de Selco heb ik hem altijd op 125 staan, want anders dan komt hij er niet. Nu was het iets te warm, 5 mm plaatje. Dus geen dun spul. Want dan moet je met de stroom een stukje omlaag of een dunnere elektrode pakken. Ik heb ze dus nog een keertje gelast. Voor de beelden te maken dat je door de laslens heen kijkt. Nou, dat is met een gevulde draad geen enkel probleem. Groot succes, dit was de eerste, hè. Met dat pennetje eraan heb ik hem iets teruggezet. Ik zeg, waarom klapte die zekeringen nou uit? Die stond op 200 ampère. Op 200 ampère stond de machine. En ik klapte de zekeringen uit. Dan heb ik even gekeken op een proefstukje. Zat die allemaal rond de 210, 215 ampère wat je op de display aangaf. Ik heb het niet nagemeten met ampère tang. Ik zeg, ik schroef hem eens terug naar 180 ampère. Toen heb ik hem wel in één keer kunnen lassen zonder dat de zekering eruit viel. En de las is nagenoeg gelijk. Ik heb hem nagemeten eventjes. Ze zitten allemaal met een A-maat van rond de 4 mm, alle twee de lassen. Ja, liggen gewoon strak in. Fotootjes van. Maar toen de basiselektrode. Dit was het eerste plaatje. Daar ging niet van een leien dakje deze kant. Dat was de eerste. Een stopper in, weer gestart. Amperage iets naar beneden gezet. Ik denk, eens proberen. Met die keer dat ik door de laslens heen film. Nou, die ging nog veel slechter. Schandalig. Randkarteling. Hij wapperde alle kanten op. Hij wou echt niet wat ik zelf graag wilde. Nog wel met de instellingen bezig geweest. Nou, toen werd het deze las. Lijkt nog nergens op. Hij wilde niet. Hij wapperde alle kanten op. Dan zat hij weer naar boven, dan ging hij weer naar beneden. Dan liep de slak voorbij de elektrode. Het laatste stukje, toen begon hij te lopen. Ja, dat was te laat. Alle soorten posities van mijn elektrode geprobeerd. Hij wilde het niet doen. Ik zeg, ben ik nou gek aan het worden, kan ik niet meer lassen. Dus toen een Supra gepakt. Supra. Start op, las hem naar het eind. Dat is deze kant geworden. A-maat van 4 gehaald. Geen randkateling, niks niet. Lekker soepel. Echt heel, heel, ja, die liep gewoon. Jullie hebben nu de beelden door de lashelm gezien. Die liep gewoon veel beter. Er gebeurde niks mee, die deed wat hij moest doen. Mooie is. Een baso 100 elektrode. Nee, ja, baso 100 elektrode.
is gewoon een Lincoln Electric elektrode. Las ik heel veel mee. Nooit problemen mee. Zul je zeggen, hij is vochtig, want er zijn die zijn erg vochtgevoelig. Deze zijn teruggebakken, staan in een droogoven. Meer kun je er niet aan doen. En toch wil hij niet lopen op het lasapparaatje. Het lasapparaat geeft je netjes aan dat je 70-13 kan verlassen. Of 60-13 kan verlassen. En 70-18, nou, dit is 70-18. Dus, ja, wat daarmee aan de hand is. Als ik nog wat tijd over heb, ga ik ermee aan het hobbyen. Ik kan daar slecht tegen als het niet wil lukken. Maar goed, we hebben er dus fluxcore gevulde draad mee gelast. Wel eentje die je met gas moet verlassen. Hè? Dus niet de gasloze fluxcore. Daar ken ik. Ik krijg hetzelfde effect als hier die Basel 100 nou heb gegeven. Dat loopt bij mij niet lekker. Ik weet niet wat het is. Het ligt waarschijnlijk gewoon aan mij. Want hele volkstammen kunnen er wel fatsoenlijk mee lassen. Maar ik niet. Ik moet me eigenlijk er nog wel op toe gaan leggen, maar dat is voor de volgende keer. Dat deed hij fantastisch. Standaard instelling, de hoogste instelling was te veel voor mijn zekering van 16 ampère. Die floepte eruit. 20 ampère gezakt. Toen bleef hij netjes zitten. Dus daar moet je wel rekening mee houden als je op een gewoon normaal stopcontact in huis gaat lassen. Want dat is wat ik hier nu doe. Hier zit dan nog wel zitten een paar... 1, 2, 3, 4. 4 lampen van 50 watt zitten erbij. Dus dat is wel 200 watt die je al verliest aan de verlichting. Maar voor de verdere rest zit daar niks op. Dus. Bij alle andere lasapparaten las ik ook altijd op de stopcontact. Doen we bewust. Dat ik wil weten of je er thuis mee kunt lassen. Of ik moet een keer een 380 toestel hebben. Dan gaat het niet meer. Dan moet ik naar de andere kant van de garage verhuizen. Daar heb ik 380 zitten. Maar allemaal, leuk lasapparaatje, basiselektrodes, het kan aan mij liggen, maar dat wou niet lopen. Rutielelektrode, zo, staat er goed op, die liep meteen. Die deed wat ik gewend was dat hij doet, en dat deed die basiselektrode niet. Maar goed, daar zien jullie, hebben jullie de beelden van gezien, wat hij deed. Weinig meer over te vertellen. De volgende keer, dat wordt het laatste filmpje van de lasapparaat. Dat wordt een filmpje dat ik lift-dicht ga doen met het apparaat. En dan geef ik mijn eindconclusie, wat ik ervan vind. Voor nu, bedankt voor het kijken. Vragen hieronder. En ik ga afsluiten, zoals ik altijd doe. En dat is zoals we in Brabant zeggen. Houdoe!